Yo mensen, Brayden en Cox zeiden, ons team heeft heel sterk gereden, Polit was sterk, Deli was heel sterk. Ze wilden niet gewonnen, Deli was vijfde. Arvitekken heeft toch nog een goede sprint gereden, zeker omdat hij nog van fiets heeft moeten wisselen in de laatste 15 kilometer. En dan Zeilaert, die maar zat op te wachten, maar mocht eigenlijk bij de klim blijven, dan was een sprint misschien iets beter. Maar kijk, zo gaat het. Degenkolb moest gewoon zijn eigen kans gaan, moest niet voor Liepins knechten. Die pint zesde geworden, Degenkolb kon misschien wel top, ook zesde worden. Dan hebben we nog Team Vermorgen, Koopman van Gils. Dan nog wel de spelers, Lutsenko, Kung, Milan, Moritz, De Maer, Trentin, Pitcock, Bettiol, Hirschi. Bettiol was in de week al goed. Van Gils, ik gun het hem zo hard. Dan kan Lotto eindelijk nog eens een monument winnen, want ik had me nog aan enkele herinneren, denk ik. Twee keer in Gilbert, één keer in Luik, één keer in Lombardije en dat is het. Voor de rest kan ik het toch niet levendig herinneren. Maar bye bye, ciao, later. Adios.